Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Leuk dat jullie kijken. Tenminste, degene die kijkt natuurlijk. We hebben vandaag een beetje een rustig dagje gelukkig. Of ja, rustig. Ik heb heel veel gepland staan, maar in huis. En Jordi is op dit moment aan het spelen. En acrobaatje aan het spelen. Die is op dit moment druk bezig. Ja, je bent druk bezig, toch? Oké. Ja. Boe. Ja. Ja, boe boe. Wat ben je nou aan het doen? Ja. Deze kleine teddybeer, die is lekker aan het slapen. Heeft net zijn flesje gehad. En die ga ik zo naar bedje brengen. En dan ga ik eventjes de video uploaden. En eventjes wat dingetjes hier doen. Eten, dat soort dingen allemaal. Ik geniet er wel van het knuffelen met hem als hij slaapt. Blijft hij tenminste stil liggen. Hij doet graag knuffelen hoor, daar niet van. Maar als hij slaapt, dan is hij nog liever. Ja, dan doe je stil liggen. Maar goed, namens Jordi wel rusten. En jullie gaan hem zien in het volgende shot als hij weer wakker is. Jullie raden nooit wie er wakker is. Hallo, je hebt er van alles uitgehaald bij mama. Ja. Deze kant. Jordi, deze kant. Zeg maar hallo, ik ben weer wakker. Ja, maar ik heb alweer gespeeld. Een beetje in bed. En geschreeuwd. En gegeeld. En met mama geëtterd. Ik hou van jou. Ja, hij heeft dus dik 2,5 uur geslapen. Bijna 3, volgens mij zelfs. Ja. En nou ga ik heel even zijn luier doen en alles. En zijn soepie geven. Hallo. 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 Nou, dat gaan we dus doen. Zo. Niels is straks thuisgekomen. En toen kreeg ik een berichtje van een vriendin van ons. Of haar zoontje heel eventjes bij ons mocht zijn. En die is even bij ons geweest. En die heeft ze later ook weer opgehaald. En daarna hebben we Jordi naar bed gebracht. En hebben we eigenlijk niks meer gedaan. Dus dat is eigenlijk onze avond en dag geweest. En nu gaan we lekker slapen. Niels ligt al half te slapen op de bank. Die ga ik nou niet filmen, dat vind ik lullig. Dus wat rust allemaal. Slaap lekker.
Een hele goede middag. Wij zijn eigenlijk de hele dag al een beetje bezig geweest hier in huis. En Jordi heeft geslapen en is net wakker. Ja. Ja. Jordi moet even wakker worden, dan krijgt hij zijn soepie. Een ventje. En dan hebben we het druk programma. Ja, dan hebben we een druk programma. Een oud-oom van mij is overleden. En daar is maandag de crematie van. En daar kan ik helaas niet naartoe, omdat ik zelf naar Utrecht moet. En, maar we gaan zo even condoleren. Ja, we gaan zo heel eventjes naar mijn oud-tante en naar mijn achternichten enzovoorts. Om even te condoleren en heel eventjes ja, ons medeleven te tonen. En ja, leuk is anders natuurlijk. Maar het is wel, ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om dat even te doen. En daarna hebben we een verjaardag. En ja, er zijn twee contrasten op één dag. Of niet, Niels? Mm-hmm. Dus maar dat gaan we doen. Dus we gaan even Jordi verder wakker laten worden en soep geven. En dan gaan we richting mijn oud-oom en oud-tante. Zo, wij zijn nu weer thuis. Jordi gaat even eten. En dan doen we straks wel vertellen hoe alles was. Toch? Ja. Goedemorgen allemaal. Gisteren zijn wij dus naar, ja, hoe noem je zoiets? Ja, het was een avondwaken, maar dan in de middag. Ja, ze hadden het ook 's avonds, maar dat ging bij ons niet in verband met Jordi. En ja, dat was een oud oom van mij en een oom van mijn moeder. En ja, dat je elkaar zo dan ziet, hè. Mm-hmm. Dat je ziet elkaar niet, eigenlijk nooit. En dan ga je daar toch even heen. Want ik ben vroeger, toen ik klein was, heel veel daar geweest. En ja, ik vond het toch niet meer als normaal om daar heel eventjes heen te gaan. En daar even tijd voor vrij te maken. En Jordi stal zoals altijd de show daar. Zoals altijd is. Maar hij toverde wel naar verschillende glimlachen. Ja, dus daar zijn we wel weer blij om. Ja, hoe en wat precies, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Dat vind ik niet belangrijk. Dat is gewoon privé. En daarna zijn wij naar een verjaardag geweest nog. En daar zijn we een uurtje of zo geweest. Ja. Jordi had nog niet, 2 dagen niet gepoept, denk ik. Ja, die had nog niet echt, zeg maar, goed genoeg gepoept. Om te zeggen van, hè, daar kunnen we iets mee. En hij zit lekker in zijn vel. Dus hadden we besloten om hem om toch naar huis toe te gaan en hem te spoelen. Dus dat hebben we gedaan. Ja, toen had hij alles overgegeven, omdat hij... Hij zat zo vol. En hij maakte zich zo druk. En hij zat gewoon heel erg vol. Dus het was overgeven. En hij kon ook niet de juiste kracht vinden om zijn ontlasting kwijt te raken enzovoorts. Dus ja, hij was niet ziek. Want hij kon gewoon lachen en alles erop en eraan, geen koorts en alles. Maar dat had er gewoon mee te maken dat hij gewoon enorm vol zat. En omdat hij tussendoor nog een hazenslaapje gedaan heeft, is hij dus langer wakker geweest. En ik ben ondertussen in slaap gevallen. Mama sliep eerder als Jordi. Ik sliep eerder als Jordi, maar ik was zo moe. Ik hield het gewoon niet vol. Dus Niels zei van, ga maar gewoon slapen, zegt hij. Want ik doe dat bij Jordi wel. En uiteindelijk... Is Jordi ook naar bed gegaan en ik? Ja, we zijn op tijd naar bed gegaan. Dus we hebben de vlog ook niet kunnen... We hebben de dag ook niet kunnen afsluiten van de vlog. Dus, ja, en nou is het zondag
En hebben we hem vanochtend alweer opnieuw gespoeld. Omdat wij van mening waren van, ja, dan doen we het toch even opnieuw nog. Ja, er kwam ook niet zoveel uit gisteren. Nee. En om hem dan toch genoeg te helpen, zijn wij van mening om hem dan toch nog heel even te spoelen. En dat ging eigenlijk wel goed. Ja. Dus, En nou is hij lekker aan het spelen. Ja, hij is nou lekker rustig aan het spelen in de box. En ja, wat we vandaag gaan doen is voornamelijk thuis zijn. En niet veel bijzonders, denk ik. Dus dat is een beetje hoe we de dag hebben. En natuurlijk, we zijn natuurlijk bezig met opruimen en dingen wegdoen. En, want ja, we moeten ook uiteindelijk een keer aan het kamertje beginnen voor Jordi. Want Jordi krijgt een nieuwe kamer en onze Kees die gaat op de kamer van Jordi. Dus daar moeten we ook mee aan de slag. Ja. Dus ja, al met al een zondag die we thuis zijn. Hallo allemaal! Ja! Oh, papa heeft je autootje er niet liggen, of wel? Ja! Ja! Wat een lekker ding! Lekker ding! Boom! Ja, spelen! Dus die gaat nog heel even verder spelen en dan ga ik zo zijn fruitje maken. En sinds dat Jordi op bed ligt zijn we op zolder bezig geweest. We hebben zo opgeruimd, jongen. Oh. Er zijn dingen natuurlijk die weggaan en er zijn dingen die ik aan iemand anders geef. Maar wat kan een mens veel zo hebben? Ik ben net nog oude Nokia's tegengekomen. Zelfs waar je nog op kan, de eerste snee kan. ik heb het een en ander uitgezocht. Papier gescheiden, plastic gescheiden. Dus dan scheelt weer de helft was papier waar we van de zolder af weggegooid hadden. Dus dat kan mooi in de papierbak. Jordi krijgt nou zijn flesje. En dan gaat hij lekker slapen, hè? Hij slaapt bijna. En dan is de avond al bijna om. Ja, en wij hebben een productieve dag gehad. Ja, we hebben veel. We zijn in ieder geval in één keer klaar met de zolder opruimen. Ja. Er moest ruimte gemaakt worden, want we hebben een nieuwe ketel. Alleen, er was geen ruimte om hem, te plaatsen. Dus. Nu wel. En er moet ook nog spul naar zolder toe, omdat wij het kamertje van Jordi moeten gaan doen. Ja, alle spullen die op de logeerkamer nou staan, wat Jordi's kamer wordt, die moeten tijdelijk naar zolder en, of definitief naar zolder of ja, et cetera. Dus we hebben ruimte nodig en dat hebben we nou. Ja, gelukkig wel. En er moeten nog een paar zwembadspullen naar zolder. Ja. En gelukkig heb ik ook alle kleedjes van Jordi bewaard. Dus we hebben bijvoorbeeld kleren genoeg dadelijk voor de tweede. Dus en het badje hebben we bewaard. En de standaard van het bad. En ja, die dingen hebben we allemaal bewaard. Maar die staan nu nog op zolder. Maar die moeten straks dan toch naar beneden. Dus dan uiteindelijk wordt de zolder toch weer wat leger in principe. En dan ga ik takje beneden aan de gang. Want beneden is de bende, omdat we boven nou bezig zijn geweest. Dus, dat dus. Maar goed, Jordi gaat dadelijk lekker slaapje doen. Het flesje heeft hij dus al op. Je gaat nou even kroelen met papa. Lekker. En
heeft vandaag wel heel goed geplast, hè, papa? Ja, maar ja, we hebben gisteren een liter vocht erin gepompt. Gisteren en vandaag? Ja, gisteravond en vanochtend. Ja, om hem gewoon heel goed te kunnen spoelen. Dus, ja. Maar die heeft, hij is al twee keer doorgelekt. Ja, hij is al twee... Hij is al twee keer doorgelekt en het is niet zo dat we zijn luier niet op tijd verschonen, want wij verschonen bijna elk uur of elk anderhalf uur zijn luier. Maar dan heeft hij gewoon zoveel geplast in een korte tijd, dat ja. Ach ja, hè. Dan moeten we maar iets meer wassen. Papa, lekker knuffelen. Ja. Oma, dat is fijn. Dan wil je nog iets vertellen dan? Wil je nog iets vertellen? Ja. Zit lekker bij papa. Hè? Ga je lekker slapen dan? Ja. Oh, oké. Okay. Maar je zit toch lekker bij papa te kroelen, hè? Maar je moet eigenlijk een slaapje in doen. Ja, ja, lekker koelen bij papa. Oh, zeg maar papa, ik vind het zo fijn. Ja. Voor de mensen die het niet zien, hij zit hier gewoon keihard te lachen hoor. Hij zit gewoon heel hard te lachen hier. Een big smile van oor tot oor. Ja! Hey. Oh, boe. Ja, lekker koelen bij papa. Oh. Ik wil jou in bed leggen, hè? Ga je naar bed? Ga je lekker bedje in? Ja, bedje in. Lekker slapen. Zo, de tijd is aangebroken dat we deze upset nou gaan afsluiten. We gaan weer lekker naar bed. Ja, we gaan lekker naar bed. Morgen heb ik een drukke dag, want dan moet ik naar Utrecht toe. Hoe noem je dat? Internist. Ja, de internist. En voor controle gewoon hoor, dus niks ernstigs. En ik heb vanavond hier nog het een en ander gedaan en... Morgen weer een nieuwe dag. Als het goed slaapt Jordi nog steeds. En ik hoop... Die lekker slaapt. En lekker blijft slapen. En dan wij ook lekker slapen. Ja, wel trusten allemaal. Wel trusten. Slaap lekker, tot de volgende.